zijn hier in Zambik en we zijn hier op het terrein van het Sint-Antonius-gilde, het gilde van Zambik, dat zijn 600-jarig jubileum viert. Goed zo. Beste gilde, broeders, gilde, zusters, goedemiddag. Ja, het is niet gebruikelijk dat ik bij jullie festiviteiten zomaar aan kan waaien. Maar meestal zijn die ook op een hele andere tijd. Met Pinkster is altijd jullie koning schieten. Dan heb ik als beschermheer al 3 gildes waar ik aanwezig moet zijn. Maar dat is natuurlijk geweest, Pinksteren. Dat is voor jullie niet doorgegaan. Dus we hebben wat dat betreft tot nu even tijd om langs te komen. Wij toch een van onze mooiste gildes, mag ik wel zeggen, van de gemeente Boxmeer. En daar voeg ik dan maar gelijk aan toe, straks voor de nieuwe gemeente Land van Kuik. Want als de gild uittrekt van Zandbeek, nou, dan komt er wel wat langs. Ook al zijn jullie met iets minder, denk ik, dan de 80 leden die jullie doorgaans zo op de benen weten te brengen. Maar het is natuurlijk een heel raar jaar geweest. Heel veel dingen hebben we niet met elkaar kunnen vieren door corona. Jullie gildedag, die op 17, 18, 19 juni gehouden zou worden, voor het gildefeest wat gehouden zou worden voor de kring, dat is ook niet doorgegaan. Maar er staat natuurlijk nog wel op de rol voor volgend jaar. Dan hopen we dat wel te kunnen vieren. Maar dit jaar ging er natuurlijk wat dat betreft meer niet door aan jullie optreden bij de Vaart en bij Sint-Jans-Kranswijding, wat ook altijd mooie festiviteiten zijn, waar jullie toch ook echt mooi tevoorschijn komen. Ja, dat is er allemaal niet bij geweest. En wat ook voorbij is gegaan, is daardoor de viering van jullie jubileum. Want dat zouden we natuurlijk met die Gildedag ook vieren. Op 6 mei 1421 is toch het gilde van Zandbeek opgericht. Toen heeft dat gilde 600 jaar niet altijd actief geweest, zoals bij veel gildes. Die zijn ooit een keer wat ingeslapen, later weer actief geworden. Dat is in het gilde van Zandbeek ook gebeurd. Het was, ik moet even in mijn geheugen terug, want zo in de 80-jarige oorlog, toen bestond het gilde wel, maar zo'n beetje halverwege. En toen was de strijd toch wel erg hevig in deze streek. Hè. Dat je had de heer van Jan van Kuik, die loyaal was aan de prins van Oranje en aan hertog Jan van Brabant. En je had in Boxmeer, waar Zandbeek dan ook weer half onder viel, half onder in, half onder ander, daar had je de heerser van de heer, Jan de Bok, van de vrijheerlijkheid Boxmeer. En dat is overigens wel heel, heel toevallig, want het wapen van Zandbeek, en het hangt hier nog, en die zijn jullie altijd heel trots op, maar het wapen dat bestaat uit 2 helften. En ik heb er eerst een beetje voor geknokt, voor de nieuwe gemeente, is niet helemaal gelukt. Want die maletjes, dat zijn de maletjes van het land van Kuik. En dat zijn dus de maletjes die horen, zou ik zeggen, bij de hertog van Brabant. Maar de heer van Boxmeer, die was loyaal aan de hertog van Gelre. En die viel weer onder de Duitse keizer. En de leeuw, dat is het wapen eigenlijk van Gelre. Dus dat is de reden waarom Zandbeek eigenlijk zo'n beetje een dubbele rol heeft gespeeld, 2 loyaliteiten had en dus altijd wel een beetje overal de winst vandaan hadden. Dus dat is altijd wel goed gegaan in de historie. Maar goed, die had 12-jarig bestand, hè. Dat was de 80-jarige oorlog was van 1560 tot 1648 en halverwege van 1609 tot 1621 had je het 12-jarig bestand. En dat was de tijd dat het gilde echt een beetje was ingeslapen. Zo 200 jaar hebben we bestaan, maar dat is toen niet helemaal gelukt. Maar in 1628, toen is het weer tot leven gekomen. En dat was echt te doen omdat die 80-jarige oorlog ging verder. En de mensen moesten beschermd worden. En het gilde werd weer actief om te zorgen dat het allemaal goed ging met de burgerij en de geestelijkheid van Zandbeek. En eigenlijk sinds die tijd zijn jullie natuurlijk heel rijk geworden in die historie. En wat jullie ook heel mooi hebben, dat zijn de gildeboeken die nauwgezet worden bijgehouden. En dat heeft ook toegeleid dat in 40 jaar geleden, bij het 560 jaar bestaan, de heer J. Kuipers,
een boekje heeft geschreven dat getypt is door mevrouw T. Kuipers Nabuurs. En dat boekje dat vertelt ook over de geschiedenis van het gilde. En ook de rijkdom van het gilde. En er zijn ook hele mooie oude geschriften bewaard gebleven. Heel mooi, veel mooi oud zilver. En in dat boekje wordt dat nou eens goed beschreven. Later ook in het boek over het gilde van het land van Kuip, van de Kring. Daar staat Sandbeek uitvoerig beschreven. En het leuke is, als je naar de namen kijkt van de gildeleden van honderden jaren geleden, kom je nog steeds dezelfde namen nu heden ten dagen tegen. Van Os, hè, is er zo eentje, Zegers kom je ook eens tegen, Larakkers kom je tegen, Bubers kom je tegen. Kijk, al die nog steeds bekende Sandbeekse namen, die vind je wel terug. Dus dat betekent eigenlijk dat de traditie van het gilde van Sandbeek doorgaat van vader op zoon en van moeder op dochter. En dat gaat allemaal nog door tot nu en hopelijk nog heel veel verder. Ik noemde straks al de Willem van Oranje. Dat was natuurlijk de grote man die was hier ook, had hier ook een leenpacht in de buurt. En ja, daar kon natuurlijk ook die loyaliteit vandaan van de graaf van Brabant. De hertog moet ik zeggen van Brabant, want die was natuurlijk heel loyaal aan Willem van Oranje. Enfin, zodoende kan het zijn dat ik jullie kan melden dat de gelegenheid van het 600 jaar bestaan, zijn de majesteit koning Willem-Alexander de koninklijke erepenning heeft toegekend aan de Sint-Antonius-gilde van Sandbeek. En die erepenning die krijg ik nu van Nancy aangereikt, die ziet er zo uit. Het is van zilver. Zeg het al. En dit zilveren kleinood met het portret van zijn majesteit, dat gaat doen, daar mag deze koninklijke erepenning afbeeldingen meegenomen worden. Ik wil jullie daar in ieder geval heel hartelijk mee feliciteren. De voorzitter, ik geef hem aan u. En u en uw bestuur en alle leden en alle vrijwilligers wil ik hartelijk feliciteren en ook bedanken voor de geweldige inzet die jullie hebben betoond. Met name ook de voorbereiding voor de Gildedag, die dan niet door is gegaan, maar die hopelijk wel doorgaat. Ook die vrijwilligers die daar al heel veel voor hebben gedaan, wil ik bedanken en jullie feliciteren. Het is een wat kleiner verband dat we zijn, anders hadden we dat met de Sint-Jan-Kranswijdingen willen doen. Met heel Sandbeek erbij, met Sint-Brunitas, die dan het hele lang zal zijn leven zou spelen op zijn Sandbeeks. Maar we doen het toch zo in eigen kring, want jullie hebben het meer dan verdiend. Daarbij heb ik nog, meneer de voorzitter, een rolletje. Dat is een kartonnetje, een buisje, daar zit de koninklijke beschikking in. Dus die haalt er niet uit, want er is een hoop piel. Ja. Maar wat ik wel kan laten zien, dat is, aan de voorzitter kan u het zelf uitpakken, dat is natuurlijk de oorkonde. Zal ik hem even voorlezen? Zijne Majesteit, de Koning, heeft bij zijn beschikking van 17 mei 2021 de koninklijke erepenning toegekend aan Sint-Antonius-gilde te Sandbeek. Was getekend de grootmeester van het huis van Zijne Majesteit de Koning. En ik hoop dat deze oorkonde een mooi plekje mag krijgen ook in de jullie clubhuis. Ja. En dan heb ik nog één verzoek in te willigen namens de commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, die mij gevraagd heeft haar felicitaties in de vorm van een brief aan het bestuur te overhandigen. Dus ook namens de commissaris van de Koning van harte gefeliciteerd. En we nemen ook altijd een boeket bloemen mee. En ik weet niet, als je geeft me aan de voorzitter, dan komt het altijd een keer goed te doen. Hè. Maar vandaag kleurde in ieder geval de feestelijkheden op. Bedankt voor jullie aandacht. Ik zou zeggen, maak er een feestje van, maar ja, zonder glas in je hand kun je natuurlijk niet toosten. Ik bied jullie graag een rondje aan om dit met elkaar te kunnen vieren.
lang zullen ze leven op zingen. Leven, lang zullen ze leven in de Gloria, in de Gloria, in de Gloria. Hey, hey, hey. Veel woorden. Hartelijk bedankt, heer Soest, voor deze erkenning. Ik wist het toevallig al dat het kwam. Voor de rest van alle, eigenlijk alle leden op INA was het een verrassing, denk ik. Dus ik denk dat wel een leuke verrassing. Ja, we hebben besloten om het nou vandaag te doen, om toch het eigen leden. En een hanger op de bank laten liggen, dat was ook eigenlijk geen optie en zonde. En de burgemeester. En de burgemeester. Ja. Toch altijd heel warm hart toedraagt, waar we altijd heel blij mee zijn. Dus, ja. Ik denk dat we daar een gaan drinken. Zoals jullie misschien ook zien, komt John de Vlam aanrijden. Dus we hebben dadelijk ook voor iedereen nog een lekker ijsje. Namens de Hilde. Dus dan kunnen jullie ook maar genieten. Leuk. Goed. Ik zei de maat van de dag in de weg van. Ja, we staan hier bij de voorzitter van het Sint-Antonius-Gilde van Zandbeek. Allereerst gefeliciteerd. En u bent? Koen, hoe word je voorzitter? Want je bent eigenlijk nog heel jong, als ik de andere mannen bekijk, de gilde. Hoe word je voorzitter van het Sint-Antonius-Gilde? Voorzitter word je gekozen door de andere leden. Ik ben eigenlijk al een jaar of tien zit ik in het bestuur. Ik ben eerst secretaris geweest. En de voorzitter voor mij die is gestopt, zeg maar. Nog wel steeds lid. En toen hebben zij besloten, gestemd omdat ik de voorzitter zou worden. Nou, we zou in principe vorig jaar het feest gevierd zijn. Dat ging niet door vanwege corona. En nou is het nog een klein beetje in het kleine. Ja, we hebben nu een kleine open dag, een klein feestje voor onszelf, zeg maar. En dan hebben we de Gilde Dag zelf, het grote feest, hebben uitgesteld naar volgend jaar juni. En kun jij aan de kijkers, want een hoop mensen weten het niet, eigenlijk het ontstaan van het Gilde, waarom het Gilde vroeger ontstaan is, kun jij dat uitleggen? Ik denk het wel. Het Gilde is eigenlijk een beetje ontstaan als een soort bescherming vanuit de kerk eigenlijk. En in Zandbeek hadden ze een altaar, dat werd dan toegewezen aan het gilde en die moest dan zorgen dat ja, eigenlijk dat onderhouden werd. En daar kreeg je weer een stukje bescherming voor het dorp bij. En zo is het eigenlijk van vroeger uit ontstaan en langzaam doorgevoerd. Nou zijn jullie, als ik zo bekijk, toch nog bij een hele aardige groep. Is er ook nog aanwinst van jonge gasten? De laatste jaren iets minder, dat scheelt een beetje. Maar andere gildes merk je wel dat er nog wat meer is, dus ik denk dat het ook een beetje per tijd gebonden is. Ik zou zeggen dan, geniet van dit jubileumjaar, geniet van de onderscheiding. En wie weet over 10 jaar dat we elkaar weer zien hier, want dan hebben jullie weer wat te vieren natuurlijk. Hopelijk wel. Dan zien we elkaar graag. Fijne dag, hè? Dankjewel. We hebben hier een nieuwe gildebroeder, zou ik bijna zeggen. Van, u wilt nog wat vertellen, want er komt nog heel wat aan de komende tijd, hè? Ja, we zijn bezig met de organisatie van een gildedag. Wij bestaan 600 jaar en we mogen een grote gildedag gaan organiseren. En dat willen we gaan doen volgend jaar 12, 13 en 14 juni 2022. Dan bestaan we eigenlijk al 200 of 601 jaar, maar helaas door de coronatijd hadden we dit jaar het jubileum niet kunnen vieren. Nou wordt dat een hele grote happening. Dat wordt een hele dan grote. Dan hebben jullie ook heel veel vrijwilligers nodig. En we hebben dus een avond gepland. Die staat nu op 23 september in de Uilsenhof. En dan nodigen wij alle verenigingen uit. Die krijgen hier dan een uitnodiging voor. Want we hebben op die dag een kleine 250 vrijwilligers nodig. Want op de zondag is de officiële gildedag. En dan komen er een kleine 1500 gildebroeders naar Zandbeek toe. En die moeten we eigenlijk voorzien van een. Die moeten we sowieso opvangen. Verkeer, parkeren en eten en drinken. En we willen nog een hele leuke grote gildedag. Is er ook nog een site waar de mensen kunnen kijken? Ja, daar is de 600 jaar gilde Zandbeek. En daar kunt u de informatie vinden. Wil je iets meer weten of u wilt helpen? Dan mag je altijd naar Gerrit Biersteker bellen of Erik Rijns. Nou, ik zou zeggen veel succes. Dankjewel. En ik hoop dat we elkaar nog een keer tegenkomen. Dat we dan die dag ook een leuke dag hebben. Doen we zeker. Ja, graag gedaan.
Hey!